Stressvrij Leven podcast nummer 36. Vandaag in gesprek met Marcel Heijnes. Goedemorgen Marcel. En goedemorgen Mieke. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik heb er zin in. Ik ook, zeker. Een interessant onderwerp waar ik nog niet zo heel veel over weet. Dus ik verwacht een hoop te gaan leren ook vandaag. Oké. Okay. Jij houdt je bezig met, dat noemen we de Healing Reset methode. Zo ja, noem jij dat? Zo noem ik hem, ja. Ja. En dan hoor ik het woord healing en dan hoor ik het woord reset. En dat triggert bij mij een hoop. Dus wat doe je precies? Als ik naar de woorden healing reset eventjes kijk en even uitleg. Healing is helende energie doorgeven. Mm-hmm. En reset is simpelweg gewoon iets veranderen door middel van een bepaalde tapping techniek om te zorgen dat er verandering ontstaat. En verandering bedoel ik, er is iets verstopt, iets geblokkeerd in het systeem. En daar wil je doorstroming in creëren. Dat is eigenlijk kort door de bocht de twee begrippen. En een ander begrip wat niet in de healing reset methode als naam voorbij komt is, hoe kom ik erachter wat er verder een rol speelt bij iemand? En daar gebruiken we dan kinesiologie-testen bij. Dan hebben we gelijk de belangrijkste principes, vaardigheden eventjes al onder de aandacht gebracht. Ja, hey, en er zitten hier ongetwijfeld mensen te luisteren die nog nooit van kinesiologie hebben gehoord. Dus misschien kan je in Janneke en Eindjetaal uitleggen wat dat precies is. Ja, nou ja, wat is het? Je gaat met behulp van een spiertest en daar kun je verschillende spieren voor gebruiken om met het lichaam gewoon met het lichaam samen eens aan de slag te gaan van, goh, wat zou er een rol kunnen spelen? En vaak, je communiceert uiteindelijk met het onderbewuste. Daar zit het meeste bij ons opgeslagen in relatie tot, in samenwerking met het autonoom zenuwstelsel. Als we heel spiritueel gaan kijken, dan zou je ook het aura en het energieveld in kunnen betrekken. Maar dat ligt helemaal aan waar jij staat als persoon, wat je gelooft, welk wereldbeeld heb je daarbij. Maar uiteindelijk ben ik degene die in de praktijk, want het is uit de praktijk ontstaan, kom ik steeds meer achter dat we bijna alles ontstaat uit energie. Hey, en je zegt het is uit de praktijk ontstaan. Hoe is dat zo gekomen? Hoe dat gekomen is, ik ben al heel lang geleden in aanraking gekomen op zich met Touch for Health. Dat is eigenlijk een beetje de bakermat van kinesiologie, de spiertesten. Alleen ik zag toen nog niet als jong mens de waarde ervan. En ongeveer 10 jaar geleden kwam ik het ineens weer tegen. Mensen in de praktijk die dus met, in mijn geval, veel met schouderklachten, nekklachten, rugklachten binnenkomen. Daar kwam ik niet doorheen, om het zo maar even uit te drukken. Oftewel, het bleef maar terugkomen. En uiteindelijk ben ik gewoon weer erop gewezen van, ja, door middel van die spiertest kunnen we onderliggende oorzaken boven water krijgen. En zo is het weer boven water gekomen in mijn eigen praktijk. En doordat ik gewoon een hele geweldige ervaring had met een vrouw, die had een rechter schouderklacht. En er kwam boven water de schildklier. En ik kijk er zo aan, zo van, ja, kun je me dat eens uitleggen? Want je hebt er niks over verteld. Staat niet op een vragenlijst die iedereen krijgt. En toen zei ze van, ja, ik kon maar niet zwanger worden 15 jaar geleden. En ze hebben boven water gekregen. Mijn schildklier functioneert niet goed. Oké. Okay. En alles wat ik zeg maar boven water tover, en dat bedoel ik met testen wat zich meldt. En dat doe ik dan met behulp van een boekwerk. Dat is een blokkade, een verstoring. Dus wat ik gedaan heb met haar is die verstoring op schildklierniveau gewoon resetten. En resetten is een tapping techniek waarbij de rug en de ademhaling gebruikt worden om het zenuwstelsel het signaal te geven van, hey, ga gewoon weer eens normaal functioneren. Beetje kort door de bocht vind ik dat wel als opmerking. Maar uiteindelijk als ons autonoom zenuwstelsel gewoon doet wat het moet doen, dan heb je gewoon eigenlijk 100% gezondheid. Ja. Even toelichting. Die ervaring, Mieke, die heeft mij mijn ogen doen openen van, wait a minute. Ik was al veel gewend qua veranderingen. Maar nu zat ik op een level waarin mensen die iedere keer toch dezelfde klacht bleven houden, of juist een andere klacht gingen
creëren, omdat het een soort met opschuiving creëerde. Ik kon juist daardoor de onderliggende verhalen of oorzaken of symptomen, het is maar hoe je het even noemt, boven water krijgen. En dat was het start van, oké, nu heb ik hier echt wat mee te doen. En op een gegeven moment kwamen collega's tegen en die hoorden wat ik allemaal deed. En de vraag van, goh, wil je dat ons leren? En ja, toen heb ik dus een opleiding gevormd en dat ben ik gaan Healing Recent methode gaan noemen. Dus dan weten jullie ook een beetje van hoe dat vanuit de praktijk zich gevormd heeft. En dan vanuit de vraagstelling, vanuit het veld van, ja, wil je het ons leren? Ja, graag. Ja, en zo is dat ontstaan. Ja, zo is het ontstaan. En elke dag put ik eruit. Nee, en wat ik heel interessant vond, want wat ik je eigenlijk hoor zeggen, is het kan dus zijn dat je bijvoorbeeld een schouderklacht hebt of een nekklacht, maar dat dat eigenlijk helemaal het probleem op zich niet is. Ja, dus het is wel het uitzicht daar, maar het komt daar niet per se vandaan. Ja, klopt. Dat is een mooie analyse die je zo even neerzet. Ik ga ervan uit dat ons lichaam zo intelligent is, maar ook zo gebouwd is dat het... Als het goed functioneert, dan heb je nergens last van. Dan zit je gewoon lekker in je vel, letterlijk en figuurlijk. Ja. Maar goed, we hebben allemaal zo onze dingen die we meemaken. En of dat nou van vroeger is, of van recent, of whatever. En dat veroorzaakt stress. Hè, want dat is wat er gebeurt in het lichaam. En als dat te veel wordt, of op een of andere manier een discrepantie, een verandering, dan gaat er dus een verstopping ergens ontstaan. En dat kun je energetisch verklaren, dat kun je bloedtechnisch de seintjes vanuit het autonoom zenuwstelsel zijn veranderd. Hè. Op al die niveaus is er iets wel terug te vinden. Maar het belangrijkste voor die persoon in kwestie is, hey, ik heb klachten, hoe kom ik er vanaf? Dat is waar elke persoon natuurlijk echt in zit. Die vindt het eigenlijk helemaal niet interessant, al die verklaringen. Nee. Uiteindelijk, voor ons als therapeut is het belangrijk om te snappen wat er gebeurt. Alleen wat ik wel ontdekt heb, en dat is even een correctie ten aanzien van wat ik net zei. Veel mensen vertrouwen hun lichaam niet meer. Mm-hmm. Die zijn daar teleurgesteld in. Die zijn op een of andere manier, begrijpen ze niet wat er gebeurt. En als je als therapeut, coach in de mogelijkheid bent om ze mee te nemen van, joh, dat lichaam doet gewoon zoals het gebouwd is. Hè, zo leg ik het ook uit van, dit gebeurt er met je. En dat gebeurt niet alleen met jou, dat gebeurt ook met mij. En ik neem mezelf daar vaak in mee. En als ze dat op een gegeven moment doorhebben van, oké, het is gewoon normaal wat mijn lichaam doet. Gewoon die realisatie alleen al haalt zoveel druk en zoveel stress weg. Want dan kan ik ze ook meenemen in het volgende stukje. Als het er ingekomen is, dan kan het er ook uitgaan. Ja. En het is een heel simpel principe uiteindelijk. Dus iemand met stress, met burn-out klachten of whatever. Het is er ingekomen en het is ontdekken van waar ben je op. Afgegaan, niet aangegaan, maar afgegaan. Oftewel, je bent echt naar beneden gezakt. Mm-hmm. Waar kunnen we weer zo jou aankrijgen dat je weer anders erin zit? Want vaak zijn het natuurlijk ook, ik weet niet hoe het in jouw praktijk is, maar in mijn praktijk komen mensen binnen die hebben ook echt vraagstellingen over van, is dit het wel? Of ik heb die klachten wel en ik heb door dat het gerelateerd is aan van alles en nog wat. Maar ik worstel ermee. Ja, zeker herken ik dat. Ja. Ja. Ik moet denken, Marcel, ik had gisteren zelf de ervaring, ik reed in mijn auto. Ja. En er ging een rood lampje op mijn dashboard branden met zo'n oliekannetje met zo'n dingetje eraan. En hij ging ook heel hard piepen. Dus ik ben meteen gestopt en ik had gelukkig nog een fles olie achter in mijn auto. Dus die heb ik erin gekiept en naar mijn bestemming gereden. Ja. Maar net voordat ik er was, begon die weer te piepen. Dus het was niet alleen dat hij te weinig olie had, maar het liep ook weg. Oké. Dus uiteindelijk staat hij nu bij de garage om daar gerepareerd te worden. Ja. Maar
als ik dat vergelijk met een lichaam, dus het signaallampje ging branden. En ik ben heel blij dat signaal er kwam, want anders had ik niet in kunnen grijpen. Ja. Wat jij net zei, van mensen zijn soms teleurgesteld in hun lichaam, omdat ze in mijn beleving vaak de signalen gewoon niet zien als een signaal waar ze dankbaar voor mogen zijn om te kunnen gaan onderzoeken van wat is er dan aan de hand. Ja. Herken jij dat? Ja, ik herken dat. Laat ik het zo zeggen. Als iemand de vraag stelt van, goh, kun je daar en daar mee helpen? Dan zeg ik volmondig uiteindelijk gewoon ja. Ja. Dat is de vraag. Men wil gewoon van die klacht af. Ja, daar kan ik je bij helpen. Ik zeg, alleen we gaan het wel op die manier doen, zodat je het op langere termijn niet meer terug gaat krijgen. Oftewel, we gaan eens kijken, wat is er nou echt aan de hand? Waar is het in jouw leven, ik stel wel eens vragen van, waar is het in je leven misgegaan? Of die schouderklacht, in welke periode van je leven is dat begonnen? Wat is daar de kenmerkend aan? Dat doe ik gelijk al in het eerste telefoongesprek, om gewoon gelijk duidelijk aan te geven van, ja, ik ga, en dat is de healing reset methode ook, we gaan niet meer zoals we waar mensen eigenlijk altijd in zitten, oh, hij of zij lost het wel op en dan kan ik wel weer verder met mijn leven. Ja. En ja, heel, heel kort door de bocht, dan zeg ik ook gewoon echt tegen iemand van, ik wil niet de zoveelste therapeut zijn die jou een beetje oplapt, lichamelijk gezien. Het zit niet zomaar. Er is iets gebeurd. En nou, stevast zeggen mensen van, ja, het klopt. Alleen, het vergt wel een bepaalde, bij de een wat sterker dan bij de ander, dat ze bereid moeten zijn om met dingen aan de slag te gaan als dat nodig is. Ja. En daar zit wat koudwatervrees. En dat is logisch. Ik bedoel, ik stel vragen die ze misschien al aan zichzelf al de hele tijd gevraagd hebben. Maar nou ga ik ze ook echt blootleggen wat er echt aan de hand is. Ja, dat. Ik krijg even wat hulp. Ja, ik zie het. Ja. Oh, gezellig. Ja, zeker. Nee, maar dat roept natuurlijk ook weerstand op. Ja. En dan komen we op een punt wat ik heel graag onder de aandacht wil brengen, Mieke, is. Ons zenuwstelsel is ook nog opgebouwd, dat hoef ik jou niet uit te leggen, maar ik wil het wel onder de aandacht brengen, is het beschermt ons ook. Jazeker. Hè, die ongelooflijke lading die we wel eens kunnen hebben op emotiesgebied of op andere niveaus. En dan bedoel ik ook gewoon simpelweg incidenten, die kun je trauma's noemen, maar die hebben ook een bepaalde lading. Ja, daar heeft ons zenuwstelsel een geweldige strategie voor om dat gewoon af te dekken. En lichamelijke klachten zijn een van de strategieën van ons zenuwstelsel om ons af te leiden. En als je dat doorhebt, als je begrijpt van, oh, zo zit het in elkaar, dan kun je ook heel simpelweg de andere kant redeneren. Oké, ik heb deze klacht, wat heb ik laten liggen? Of wat moet ik veranderen? Of wat heeft het te vertellen? Dus ik neem cliënten, maar ook in de opleiding neem ik mensen mee van, goh, als je dat snapt en je gaat niet te veel je druk maken over het feit dat iemand in de stress schiet of dat hij niet de ervaring wil aangaan of whatever. Alleen maar bezig bent van, goh, hoe kan ik zo snel mogelijk een stuk lading veranderen of shiften of resetten of ontstoren. Het is maar allemaal welke naam je eraan vastplakt. Als je de mensen op dat punt mee kan nemen en dat reset is gewoon wat dat betreft geweldig. Je kunt het op afstand doen, je kunt het lichamelijk doen, in energetisch. Als je daar al wat mee doet, dan creëer je een bepaalde space, een bepaalde ruimte, waardoor iemand in de ontspanning komt en die hoeft helemaal niet meer zoveel te vertellen. Want ik zit er niet op te wachten om al die verhalen nog eens te horen. Want dan zit die ander ook niet. Die wil die verhalen niet meer vertellen. Nee. Die wil gewoon eigenlijk van de pijn af. Hè, dat is wat er is. En dat klinkt dan als een quick fix, hè? Want dan kunnen mensen misschien zich nu wel afvragen van, ja, dat kan je wel allemaal mooi zeggen. Van ja, een beetje resetten en een beetje dit en een beetje dat. Maar het heeft ook te maken met van iemand in een veilige omgeving een bepaalde
zo meenemen dat ze echt ook in het gevoel durven te komen en die ontlading ook te kunnen realiseren. Zonder dat ze in de stress schieten van, oh god, waar ga ik nu naartoe? Ja. En dat gebeurt ook wel. Alleen door gewoon, mij lukt het nog steeds om die veilige, vertrouwde omgeving te creëren. Om mensen toch in dat gevoel terecht te komen. Hey, en als ik denk aan een reset, dan denk ik ook aan een computer. Hè? Die kun je resetten. Ja. Ja, dat kan, ja. Ja. Hoe staat dat in verhouding tot elkaar? Dus hoe is een reset van het menselijk lichaam te vergelijken met dat bijvoorbeeld van een computer? Nou, ik roep wel eens terug naar de fabrieksinstellingen. Ja. En dat bedoel ik dan, je komt als klein mens, kom je bij je moeder eruit. En dan heb je een bepaalde vorm van zijn of whatever. Nou, hoe gaaf zou het zijn als je daar enigszins naar terug kan? Ja, ik zie dat gewoon als resetten. Hetzelfde als een computer. Kijk, ons zenuwstelsel heeft gewoon simpelweg gebruikt stofjes en elektriciteit om signaaltjes door te geven. Ja, als je kan zorgen dat die doorgang, dat allemaal weer soepel verloopt. Ja, dat klinkt net alsof je de bedrading van de computer even een tik geeft. Hè, door middel van de aan- en uitknop of een andere knop om de boel te rebooten. Ja. Zo zie ik het eigenlijk constant. Ja. Alleen, wat ik wel wil meegeven is, je kunt wel iedere keer rebooten. Want dat is natuurlijk ook wel even een mooi principe, en resetten. Maar als bepaalde dingen terugkomen, dan heb je toch nog even een slagje te kijken van, ja, maar wacht eens even, zitten we wel op het juiste level? Of hebben we iets nog over het hoofd gezien? Ja. Dat betekent wel verfijning. Ja. Om maar een voorbeeldje te geven, Mieke, is laatst in gesprek met een hele goede vriendin geweest. En er gebeurt heel veel, verandert heel veel. Maar het blijkt dat we ineens een andere dimensie tegenkomen. En daar kwam ze zelf mee, vorige levens. Dat doe ik ook in mijn eigen praktijk, ligt eraan hoe het verloopt. Maar soms zit de lading heel ergens anders dan we verwachten. Dat bedoel ik met van, ja, je kunt wel de hele tijd resetten of, hè. Maar soms komt ineens een hele andere dimensie voorbij. En die wil ik wel even benoemen, dat ik daar ook aandacht aan besteed. Ja, dus het is wat complexer dan even op een knopje drukken en het is gefixt. Ja, ja. Hey, en wat er bij mij opkomt, als ik kijk in mijn coachingpraktijk, dan ja. Heb ik soms wat coachgesprekken. En ik was ik met iemand drie gesprekken onderweg. En die zei, nou, ik merk al zoveel verandering. En ik kreeg een paar veren in mijn kont geduwd. En toen zei ik, ja, maar ik doe eigenlijk niet meer dan jou de tools aangeven. Als jij niet aan de slag gaat, dan gebeurt er niks. Snap je? Ja. Ik kan niet iemand veranderen. Dat doet hij zelf. Ja. Ik faciliteer het proces of zo. Zoiets. Ja, ja. Dat. Maar ja. Ik doe... zoals jij het omschrijft, lijkt het... alsof jij degene bent die op de knop drukt. Ja. En dat dan het proces in gang gaat. Ja. Hoe zit dat... bij jou? Ja, vind ik mooi dat je dat onderschept. Want ik realiseer me dat het zou kunnen overkomen. Alleen wat er gebeurt tijdens het hele proces van ontdekken wat er allemaal een rol speelt. Dan wordt iemand gewezen op het feit van, hey, wait a minute. Ik laat zelf dingen liggen. Ik heb bepaalde acties te doen in mijn leven. Ik heb dat gesprek aan te gaan met mezelf. Ik heb keuzes te maken in mijn leven. Ik heb beweging te creëren in mijn leven, letterlijk en figuurlijk. Ik moet iets met mijn voeding doen. Ja, weet je, het is meer wat jij ook, ik zal het woord faciliteren ook gebruiken. Ik geef ze de mogelijkheid om
te leren wat ze nodig hebben. Ze denken vaak, ik heb dat en dat nodig, maar ik geef ze nog iets meer mee van, nou, als je nou zo gaat bekijken, of als je die actie gaat ondernemen, wat zou dat voor jou in jouw leven betekenen? En dan wel gerelateerd, niet zozeer gerelateerd aan de klacht, want we hebben al besloten dat de klacht het signaal was dat er iets moest gebeuren. Hè? Dat is even het fundament. Natuurlijk komt er heel veel boven water waar iemand zoiets heeft van, oeh, ja, jeetje. Ja, ik moet toch eens met die ex toch voor mij toch eens even een goed gesprek aangaan, want ik ben er helemaal klaar mee. Of ik moet met mijn baas eens een keer om de tafel zitten, want ik moet echt een dag minder gaan werken. Mensen hebben best door wat ze moeten doen, hoor. Alleen, en dat is waar we, denk ik, als therapeuten, coaches zo mooi mensen mee kunnen nemen, is wij zien soms net dat stukje, of door middel van je vraagstelling, of door middel van testen, maakt niet uit wat je gebruikt, hè, haal je net dat stukje boven water, waardoor ze weer verder kunnen gaan. Ja. Want als ik even mezelf naar voren schuif, zo nu en dan ga ik ook naar een collega om van, joh, ik zit ergens mee, ik kom er niet meer verder, kijk eens even mee over mijn schouder. En dan krijg ik dingen door waar ik denk van, oh, wait a minute, daar loop ik op vast. Dat is mijn Achilleshiel voor dat moment. Zeker, ja. Geeft dat een beetje antwoord op... Ja, zeker. Wat, dat het geen quick fix verhaal is en de therapeut weet het allemaal. Nou ja, ik denk dat wij zeg maar in onze reguliere geneeskunde een beetje zo... dat is niet van ten nadele daarvan, maar wij hebben een manier gecreëerd van... Je gaat naar de dokter en die fixt je. Hè? Dus je gaat naar de dokter en de dokter lost mijn probleem op. Ja. Ik denk als ik kijk naar mijn eigen voorbeeld gisteren met mijn auto, met mijn olielampje. Het olielampje is het probleem niet, hè? Dus als ik naar de garage ga en hij zegt, nou, ik heb het draadje doorgeknipt, dat lampje brandt niet meer. Daar heeft hij geen last meer van. Ja. Dan weet ik niet of ik daar heel tevreden over ben. Maar gek genoeg, als wij naar de dokter gaan en hij zegt, nou, hier heb je een pil, dan heb je geen last meer van die hoofdpijn. Ja. Dan wel. Dus nou, ik vind dat een hele, eigenlijk een heel bijzondere redenering die we met elkaar gecreëerd hebben. Ik denk dat... Ja, die redenering is nu een eeuw oud ongeveer. Het is ergens ontstaan. En dat is ook een van de redenen waarom ik een visie heb van zo medicijnvrij mogelijk leven creëren. Kijk, heel kort door de bocht, antibiotica heeft mijn leven gered. Ik zou gewoon zeggen... Nee, wat... mijne ook, hoor. Ja, nee, maar om even mensen mee te nemen in hoe fantastisch het is wat er ook ontwikkeld is. Zeker. Alleen de route van iedere keer een pil erin stoppen en dan verwachten dat je lijf daarmee het redt op de lange termijn, no way. En dat geldt ook in de praktijk. Ik ben triggerpoint reset therapeut. Lichamelijk heeft het lichaam daadwerkelijk zijn aandacht nodig. Hè? Je moet het wel goed verzorgen, om het maar even zo uit te drukken. Ja. Dus daar kun je als therapeut heel faciliterend in zijn. Alleen het gaat om waar is het door ontstaan? Of waardoor wordt het in stand gehouden? En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en dan heb je geen medicijnen nodig. Nee. Dat is even hoe ik als natuurgeneeskundige, want dat is mijn fundament, daar ben ik ooit mee begonnen. Dus ja, zo zit ik er altijd in van, ja, de korte termijn strategie, hè? Let op, hè. Soms zeg ik tegen mensen, mensen gaan nu misschien redeneren van, waarom zegt hij dat? Maar ik zeg het echt bewust. Zo nu en dan is het fijn om pijnstillers te kunnen nemen, om 's nachts te kunnen slapen, want je bent gewoon uitgeput. Ja, en ik heb het een paar keer cliënten die keken me echt zo verbaasd aan van, hoe durf je dat te zeggen? Nee, ik zorg voor jou. En als je dan op de langere termijn het kan laten staan, omdat je de echte onderliggende zaken gaat aanpakken, dan heb je toch alles gewonnen? Zeker. Ik denk ook dat het gewoon een goede start is van een traject. Hè? En helemaal niet per se tegen
het gebruik van medicatie. Ja. Soms is het gewoon nodig. Precies, en die nuancering die wil ik dan gewoon er ook in houden. Want dat geeft bij de ander ook weer een stukje rust. Van, ik moet niet per se dit doen. Nee, ik heb daar vrijheid in. Zeker, ja. Mooie aanvulling, dankjewel daarvoor. Alsjeblieft. Ik had net zo'n mooie vraag die nog in mij opkwam, maar ik ben hem eventjes kwijt. Nou, dat doet er niet toe. Dan gaan we een ander vraag. Oh ja, jij zei als het zenuwstelsel nou gewoon normaal doet wat hij moet doen, hè, dan ben je eigenlijk helemaal gezond. Ja. Hoe kan het nou gebeuren dat zo'n zenuwstelsel niet meer doet wat het moet doen? Dus hoe ontstaat zoiets? Ja, wat ik zie is, en wat ik ook vaak wel ook bij mezelf ervaar, is dat op een of andere manier in ons brein zit er een disbalans. En of dat nou door kernovertuigingen die je belemmeren, of lading op gebaseerd op ervaringen of emoties die dan dwars zitten, dan gaat dat emotionele brein, het reptiele brein, gaat daar iets mee doen. Maar dat iets betekent wel dat er een verandering ontstaat in dat brein. En dat zorgt ervoor, via het onderbewuste, dat de geleiding of de signalen wat veranderd zijn. Een soort met ruis is er ontstaan. Mm-hmm. En ons autonome zenuwstelsel gaat dan verkeerde, tussen haakjes, hè, veranderen de signalen. Dat moeten we eigenlijk zeggen. Naar het lichaam uitzenden, waardoor het doorbloedingsveranderingen creëert. Hormonaal veranderen er allerlei dingetjes. Veranderingen kunnen natuurlijk ook iets positiefs inhouden, maar we gaan even naar de negatieve kant. Oftewel, de doorbloedingsverandering creëert zuurstofgebrek. Creëert afvalstoffenverhoging, om het zo. Dus lokaal gebeurt er iets. En wij ervaren dat als pijn of ongemak. Mm-hmm. Je kunt ook gewoon uitstraling naar je vingers hebben, maar het ontstaat ergens anders. Maar het is allemaal gebaseerd op dit fenomeen. Dus als je ervoor kan zorgen dat die ruis in dat brein weg is, dan is er geen reden voor het autonoom zenuwstelsel om een verkeerd signaal, zeg maar, te creëren. Probleem opgelost. Ja. Ja. En eigenlijk klopt het dan dat ik jou hoor zeggen van alle verstoringen worden veroorzaakt door ervaring? Door ervaringen die je hebt opgedaan? Ja, dat is een mooie vraag. Want laatst had ik zoiets van, volgens mij is alles daaraan te relateren. Want welke ervaring dan ook, en of het nou positief of negatief is, we doen er iets mee. En we redeneren heel vaak in indringende ervaringen. Hè? Een scheiding of een dood of wat dan ook. Dat laat ze sporen na. En dat kan best wel, ja, dat kan traumatisch zelfs zijn. Oftewel, je zenuwstelsel gaat daar toch iets mee doen. Maar als je gewoon simpelweg redeneert van het leven is gewoon zo opgebouwd. Het hoeft helemaal niet traumatisch te zijn, maar kennelijk is er ergens wat ingevlogen. Oftewel, hè, de beperkende overtuiging zoals van ik ben niet goed genoeg of ik ben het niet waard. Die zijn er ook, hè? Ja, zeker. En die zijn op basis van aannames, beslissingen. En vaak wordt er dan gezegd in de vroegere jeugd, daar kom ik ook wel heel vaak tegen. Maar laten we dat eens even loslaten. Iets zet iets in gang. En als het blijkt dat het dat wat het in gang brengt jou niet oplevert wat je nodig hebt, oftewel je wordt er ziek van, of je krijgt er een burn-out van, of whatever, dan zullen we terug moeten gaan naar van, hey, wat zit hieronder? Wat is nou echt gebeurd? Ja, en dan kom ik wel uiteindelijk op dit soort principes uit. Ja, in de opleiding, in mijn praktijk, hè, we gaan met elkaar aan de slag, ook tijdens de opleiding, komen we toch iedere keer op een kenmerkende ervaring of een kenmerkend stuk in iemands leven waarop heel veel opgebouwd is. Heel bizar. Ik durf het niet zo stellig te zeggen, maar misschien is dat het enige wat je moet doen. Dat boven water krijgen, die lading
die gekoppeld is aan die ervaring en de besluiten die daaruit voortgekomen zijn, om dat te onderscheppen. Maar soms vind ik dat echt ook weer te kort door de bocht, want regelmatig kom ik tijdens testen ook dingen boven water. Ja, er is echt een tekort van iets. Iemand moet echt gewoon beter voor zichzelf zorgen. Mm-hmm. Dus begrijp je een beetje mijn, soms ook wel mijn dilemma van, ik kan wel een statement neerzetten, maar... Nou ja, tegelijkertijd is dan de vraag, waarom zorgt iemand niet goed voor zichzelf? Hè? Dat is, is ook al een, dat vind ik ook al een interessante vraag. Ja, nou ja, en dan kom je weer vaak toch op belemmerende overtuigingen uit. Ja, ja. Ja, en misschien ook niet geleerd, hè? Wat dan... Ja. Voorbeelden. Ik kan me herinneren dat ik een tijd terug met iemand... die ging wat gezonder leven, zei ze. En die dronk altijd cola. En toen zei ik van, wat wil je dan nu drinken? Toen zei ze, nou doe maar Cassis. Zij was in de veronderstelling dat dat een stuk gezonder was en beter voor de lijn dan cola. Ja. Ja. Dus ja, dat is ook gewoon onwetendheid, hè? Dat is mooi dat je dat eventjes onder de aandacht brengt. Want er is nogal een hoop... onwetendheid. En dit vind ik echt een zo mooi voorbeeld van onwetendheid. Gewoon omdat je gewoon dat niet meegekregen hebt. Ik ga bijvoorbeeld een heel belangrijk voorbeeld wat ik belangrijk vind om even onder de aandacht te brengen. Er wordt zo vaak over cholesterol gezegd van het is te hoog. He, mensen worden geprikt en dan krijgen ze te horen van, ja, dat zou wel erfelijk zijn, want bla bla bla, zus en zo. Maar de belangrijkste vraag die meestal niet gesteld wordt is, wat is de reden dat de cholesterol zo hoog is? En als je mij de vraag stelt, dan zeg ik gewoon dodelijk, er is een reden. Want jouw lichaam gebruikt cholesterol om allerlei stoffen door je bloed heen te laten transporteren, om jouw immuunsysteem, je afweersysteem te ondersteunen. Hey, dus het immuunsysteem, afweersysteem is hard aan de slag. Wat is daar de echte reden van? Wat zit daar weer onder? En vaak blijkt dat mensen verborgen ontstekingen hebben. Ze noemen dat met een mooi woord laaggradige ontstekingen. Ja. Maar die komen vaak niet boven water, omdat namelijk de huisarts of wie dan ook gewoon een bloedtest doet en dan wel het een en ander checkt qua ontstekingen. Ja, dan kom je op de reumatische ontstekingen of de tendinitische of weet ik wat. Dat signaleert die test wel, maar die daaronder liggende, die pakken ze niet bij. Ze kunnen hem wel testen, maar dan moeten ze een andere laboratoriumtest inzetten. Maar het gevolg is dat iedereen in de kramp schiet van, oh jee, ik heb nu een te hoog cholesterol, wat nu? Op basis van de gewone geneeskunde, van ja, wij moeten dit probleem oplossen, we gaan statines inzetten. Dat is interessant. Want statines inzetten betekent dus dat je tegelijkertijd ook een hoop bijwerkingen gaat slikken. En ga er maar vanuit dat als je ermee begint, dat je er niet meer van afkomt, zeggen ze. Zeggen ze. Mm-hmm. Maar ik ben ervoor om juist weer boven water te krijgen van waarom doet mijn lijf, of waarom doet jouw lijf deze verandering? En gelukkig gaan steeds meer mensen bewust worden van, oké, dat wat ik nu weet via wat ik vernomen heb, via de gewone geneeskunde of de media of wat dan ook, mensen gaan steeds meer wel vragen stellen, heb ik ontdekt in de praktijk. Maar ik wilde dit voorbeeld eens even aangeven, omdat namelijk in de gewone, niet alleen in de gewone geneeskunde, maar ook in de voeding, zoals jij net met die cola-cassis verhaal. Er zijn zoveel aannames, zoveel onwetendheid op bepaalde gebieden. En daar ben ik dan ook weer voor om dat te onderscheppen. Van ja, dat is allemaal wel leuk en aardig wat je vertelt, maar heb je nou eens echt gerealiseerd wat er nou echt aan de hand is? Ja, ze zou misschien wat meer voorlichting mogen komen. Ja, en er zijn natuurlijk heel veel collega's die dat doen. Hè. Ik heb een paar fantastische collega's om me heen die met voeding bezig zijn. Dat weet ik allemaal. Ik probeer mensen bewust te maken meer op emotioneel mentaal gebied. Maar dit soort dingen komen er dan ook nog eens even voorbij. En als ik dan een koppeling doe naar bewustwording. Daar kom ik op een punt waar ik in de Healing Reset methode heel vaak op hamer. Is
gebruik dat onderbewuste. Want daar zit de sleutel. En hoe kom je daar bij het onderbewuste? Nou, de enige manier waar... Er zijn meerdere manieren. Ik bedoel, hypnose kun je gebruiken. Maar ik gebruik het niet. Ik gebruik juist de spiertest om met dat onderbewuste in contact te komen. Ja, maar iemand kan dat dus niet zelf. Daar heb je echt, zeg maar, een therapeut of een... Nou ja, weet je, er zijn natuurlijk allerlei zelfhypnose, mensen met ademhaling bezig zijn. Ik heb een van je podcasts bekeken en daar komt dat ook weer voorbij. Hè? Je kunt door middel van heel diep ademhalen, maar ook diep mediteren, kun je natuurlijk zelf ook je onderbewuste gaan aanraken. Want dan komt er toch gewoon beelden of gevoelens of gedachten omhoog. Dus er zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome. Ja. Maar, en dat kun je persoonlijk inzetten. Je kunt het in een therapeutische sessie of een coaching sessie. Er zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome. Maar hoe geweldig zou het zijn als iedereen gewoon zichzelf op dat punt schoolt, om het even maar zo uit te drukken. Ik geef bijvoorbeeld aan mijn cliënten mee, maar ook aan degene die in de opleiding zitten. Je kunt met deze methode jezelf testen, zelf resetten. Hoe zou het zijn als je dat gewoon eens ook regelmatig bij jezelf toepast? Gewoon om, als je ontdekt van, goh, ik ga mezelf als voorbeeld geven. Ik heb afgelopen weekend had ik ineens oorpijn. Ik denk, jeetje, wat is dat nou? Ik heb bijna nooit oorpijn. Toen ben ik gewoon bij mezelf gewoon gaan testen van, wat zou daar nou aan gerelateerd zijn? Ja, wat wil je niet horen, komt er dan bij mij op. Precies. en er is het een en ander boven water gekomen. En dat heeft me heel veel inzichten opgeleverd. Ja. En tegelijkertijd de lading die daar weer aan vast zit, want daar zat wat lading aan vast, die heb ik ook zelf bij mezelf gereset. Ik ben enorm voorstander van het feit dat iedereen, maar iedereen die ik tegenkom van, wees autonoom. Want je kunt meer dan gewoon simpelweg je werk doen en je leven leven. Nee, je kunt het ook zo in hand nemen dat je gewoon echt autonoom wordt van, die Heinz die vertelt mij dat ik dat zelf kan. Dus laat ik dat nou maar eens gewoon uitproberen, want wie weet wat het me oplevert. Ja. En ja, dat klinkt even op deze een beetje zo van onderwijzend. Maar ik denk dat het zinvol is dat we de regie in ons handen gaan nemen. En dan maak ik even een brugje naar de gewone geneeskunde. Daar wordt bijna alles uit handen gehaald. Zo van, ik heb die vraag, u moet het antwoord geven. En ik kan rustig weer mijn leven oppakken. En ik kan gewoon blijven zitten waar ik zit. Ja. Ja. Ja, hoe zou het zijn als we in de geneeskunde gaan samenwerken met tussen arts en patiënt in plaats van de dokter geneest de patiënt? Dat het een samenwerking wordt. Ja, dat wordt een interessant... dat lijkt me een goed plan. Maar sowieso, ik denk, hoe meer we met elkaar in gelijkwaardigheid zitten, hoe makkelijker de uitwisseling gaat plaatsvinden, waardoor ik denk het niet gehoord, niet gezien worden gelijk ook onderschept wordt. Mooi. Een laatste vraag, Marcel. Als mensen nu zitten te kijken of te luisteren naar deze podcast en veel stressklachten of misschien zelfs wel burn-out klachten ervaren. Wat is de belangrijkste boodschap die jij ze mee zou willen geven? Ja, de belangrijkste boodschap. Jeetje. Er gaan meerdere dingen door me heen. Zie het als een kans om te ontdekken waar je echt naartoe wil. Dat doet me denken aan het woord zielsgeving. Ik zat altijd in de kernwaarde zingeving. Vorig jaar kwam ik achter de zielsgeving. Omdat ik veel bezig ben van, als ik conform mijn ziel leef en begrijp wat die nodig heeft, dan leef ik
100% mezelf, om het even maar zo uit te drukken. En ik denk dat of het nou stress is of burn-out of een andere klacht, die geeft iets aan dat je een stuk in je leven niet gevormd hebt conform jouw ziel, conform jouw hogere zelf. En ik nodig iedereen uit om gewoon te durven kijken naar dat stuk en aan te gaan wat er aan te gaan is. Dat is een mooie boodschap. Mag ik jou hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek, Marcel? Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. En een hele fijne dag gewenst. En insgelijks. Tot ziens. Dankjewel. Doei. Tot ziens. Doei.